Yo gasten van Veldexum, welkom bij weer een nieuwe video. Vanavond gaan we proberen te overleven zonder geld en ook zonder een slaapplek. Het gaat heel erg leuk worden, ik hoop dat jullie er zin in hebben. Laat een like en een reactie achter. En dan zou ik zeggen, have fun watching. Competition dead them all I see are flower beds. I'm in the city flowing harder than a showerhead. Shit, this is one. Oké, we hebben een huis gevonden met een grasveld. Het is een beetje kut omdat we steeds auto's voorbij lopen. Dus als we een tent opzetten, kunnen we best gewoon zeggen dat we hier wonen ofzo. Ja, maar als die mensen van het huis thuis komen. Wat dan? Wacht, kom. Ik dacht dat die... Ja, dat dacht ik ook. Wat dan? Dat die mensen... Ja, maar wat wil je zeggen? Als mensen thuis komen. Ik zei, als die mensen thuis komen, dan... Dat is wel kut, dat is fucking... Je weet gewoon niet of die mensen thuis komen. Dat is gewoon het enge aan zoiets, weet je wel? Inderdaad. Daarom moet je eigenlijk iets verlaten. Gewoon een huis waar mensen niet thuis zijn. Inderdaad. Gewoon een koophuis. Een huis dat te koop staat. Ja. Oké, maar dan gaan we nu in het koophuis zoeken, omdat het geen zin om nog langer te wachten. Want straks wordt het donker. En het begint al te regenen, kut gezeik. Dus we gaan nu... Oh, en dit is fucking zwaar. Oké jongens, we hebben als eerste het koophuis gevonden. Alleen ze hebben hier niet echt een tuin ofzo, maar ik weet niet of we hier kunnen. En misschien die achtertuin dan? Ik weet niet, ik heb toch het gevoel dat gewoon wel hier mensen eigenlijk zijn. We moeten misschien echt gewoon de koophuis zoeken waar ook geen mensen meer zijn. Dat is wel... Dat beweegt ook wel iets, zeg. Een beetje achterban. Oké, we moeten even door, zo kunnen we hem hier neerzetten. Ja, dat is wel vies hè. De koopbord! Nice! Kijk, zie daarboven, is helemaal leeg. Maar waar kunnen dan, dit past, die tent past hier niet, hè? Ja, en dan zien ook, andere mensen gaan dat zien en dan gaan ze sowieso bedenken. Want het huis is te koop, hè? Oké, dit is wel gevaarlijk, we kunnen. Je hebt een huis, dus een achtertuintje. Ja, ik denk het wel, hè. Maar je weet, gaan we in die achtertuin. Ja, toch wel. Ik denk misschien aan deze kant, dat je zo omheen moet lopen ofzo. Oké, dat is wel fucking gevaarlijk. We zijn dus nu van plan om in de achtertuin van dit platenhuis te gaan. En daar ons tent neer te zetten. Het is wel echt fucking kut. Ja, ik heb nu gewoon al het gevoel dat we opgepakt worden vanavond. Ja, nee. Nou, daar heb ik echt geen zin in. Oké, we gaan fucking die achtertuin zoeken. Ja. Oh mijn god jongens, we staan nu hier achter in het steegje. Hier heb je allemaal de achtertuinen van de huisjes. Je moet wel even het juiste huis vinden waar niemand woont is. Van het koophuis, ja. Serieus, mijn hart gaat nu al tekeer, jongen. Ja, ik moet je voorstellen als die tent straks opzet, terwijl er gewoon een huis naast staat met dieren. Dit is gewoon gekke werk, joh. Ja. Let's go. Ik vind het toch wel een beetje eng, want ik zie daar ook gewoon allemaal stuff staan. Is die vent zeker weg? Dat weten we helemaal niet. Jawel, dit ziet er sowieso wel. Het is sowieso wel verlaten huis, dat merk ik sowieso. Kijken. Ik ben meer bang om voor de... Kijk hier. Ja, ik bedoel, weet je, het is wel fucking riskant, maar ja, we zetten hier gewoon de tent neer. En het zultje hier heeft trouwens gewoon nog een afdak. Dus als het keert gaat regenen, kunnen we ook gewoon daar nog liggen. Nee, dit klopt niet hè. 3 matjes, 4 personen. Ja, jij had je matje vergeten, lul. Die is sowieso van mij, ik deel die naam. Ja, ik ga echt een hele kutstuk terug, hoor. Die gaat niet. Gewoon een fucking box meer. Mijn moeder gaat echt nu niet een matje brengen, hier een paar dorpen verderop. Weet je iemand die gaat nog dood? Ik zeg van nou, de Jesse van onze klas. Ja, maar komt hij zomaar een matje brengen? Nou, sowieso wel. Je kan het proberen, je gaat toch niet op de grond liggen slapen, dat gaat toch gewoon niet? Anders kan je op die vieze bank liggen. Ja, ga gewoon op die bank zitten. Nee, dus. Yo! Ja, met Govert. Yo man, ja gaat goed. Lekker! Ja? Oké, fuck nice. Chill. Yes. Ja, nou ja, waar is het? Ik stuur wel gewoon de Google Maps zoekadres op en dan app ik jou er wel. Ja, kwartiertje? Oké, chill. Yo, tot zo. Fucking chill. Hij heeft een matje, hij komt chillen. Dan kunnen we met z'n vieren de tent opzetten. Yeah. Ja, want we weten sowieso niet hoe je een tent doet. Nee, dat gaat gelukkig. Het enige wat nog misgaan vandaag is dat de buren een random tent zien in een huis wat al fucking... Ik weet niet hoe lang dit misschien al 20 jaar te koop staat, lijkt me een beetje overdreven, maar...
dat ze dan opeens een random tent in ziet en dan de politie wordt gebeld. Want daar kan ik, dat kan ik niet weer gebruiken. Nee, klopt. Nee, ik ook niet. Dus, nou ja, let's go. Tent in ieder geval opzetten en dan komt Jesse zo. Nice! Music. Yo, Jesse! Jesse! Oh, oh, lekker! Nice. Yo, man! Deze... Is gekke werk, of niet? Stunts. Ja hoor, Govert is echt een technicus. Dikke neus. Dikke neus. Oh, de gras is ziek zacht. Ja, nee. daarom wilde ik niet op de stenen. Ike, dit blaast zichzelf op. Toch, Mike? Ja. Dat is echt totaal niet interessant. Toch, Mike? Ik kom er over! Yo! Wat fuck is dit, man? Ik speel die beurs op een keer. Yo, shit! Ik ben grond! Nee, dit gaan we niet. Nee, kom, dat gaan we niet. Kan niet. Nee, is open. Hier. Ja, dat kunnen we niet maken. Ja, ik wil eigenlijk pas wel af naar binnen gaan. Ik kom gewoon op. Gewoon heel aan. We even kijken. Nee, ik kan niet maken. Dat is kijken of iets in zijn huis horen of iemand horen. Of yes, piepen. Oké, maar adrenaline zegt ja. Mijn gevoel en mijn hart zeggen nee. Ja, inderdaad. Maar adrenaline is altijd mijn hart en mijn gevoel de baas. Dus we gaan het doen. Er liggen hier fucking bekers gewoon. Wie zegt dat hier? Wie zegt dat dit kan wat te koop zijn? Daar is veel van iemand boven, hè? Oh, dit is... Kom, zullen we gewoon gaan? Nee, dat... Ik zie zo dat iemand zegt slapen. Ik ga je. Ik ga je weg. Ik kom vanuit. Oké, jongens, dit was fucking vet, maar pas op, man, ik verwacht het. Jo, nee, dit is grappig. Het is vet, maar wegens politie en shit, dat ga ik er echt niet meer doen. Meer. Misschien over een jaar of zo, maar. Jezus. Tent in. We gaan zo meteen nog avond eten, want dat moet ik natuurlijk wel doen. Ja, klopt. Maar wat ik al zei in de intro, we hebben geen geld meegenomen. Dat hebben we ook serieus gewoon echt niet. Dus straks... Ik heb echt teringhonger. Ja. We hebben nu al honger, we gaan straks proberen langs deuren te gaan vragen om koekjes. Misschien als ze geen koekjes hebben, een kleine bijdrage, zodat we uiteindelijk misschien zo binnen gewoon een paar aantal uren, misschien 5 euro kunnen verzamelen, zodat we een pizza kunnen kopen of zo. Ja. Het zal krap worden, wel. We hebben wel een zak chips mee, dus als we echt niks krijgen, dan moeten we daarmee doen. Maar, nou ja. Ja. Fuck, dit is zo ziek hoor. Dat we doen iets fucking illegaals en dan komt er nog iets illegaals echt op ons pad wat er niet eens voor plan waren. Van die bekers aan, joh. Ja. Klopt gewoon. Die bekers. Oké, jongens, we hebben geen geld bij, we hebben super honger. Het kan maar één ding betekenen, wij gaan als zielige zwervers schooien. Yes. En dat kan, ja, dat gaan we gewoon in huizen doen. Vragen of we geld hebben, of ze geld hebben, misschien wat koekjes of zo. Ik weet niet hoe we het doen, maar... We moeten in ieder geval even. Goedenavond, meneer. Ja, je moet dat opdracht 24 uur proberen te overleven zonder geld en een slaapplek. Een slaapplek hebben we al geregeld. Okay. En misschien een onderschot vraag, maar heeft u misschien wel echt super iets heel kleins te eten of misschien een kleine bijdrage of iets. Iets kleins te eten? Ja, iets heel kleins te eten. Kom weer even binnen. Ja? Ja, oké. Wil je warmte? Ja, kijk, ik kan hier een stuk fruit aanbieden. Ja, dat is heerlijk. Ja. Ja, ik heb zo'n dag. 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 Een dag. Overleven zonder geld en slaapplek. En we hebben net al een slaapplek geregeld. En we hebben echt super honger, want we hebben nog niet avondgegeten. Heeft u misschien iets heel kleins te eten of een kleine bijdrage zodat we iets kunnen kopen ofzo? En zijn... filmen jullie dit? Ja, dat is voor mijn YouTube nou. Oké. Ja, dan is het wel heel flauw om jullie niks aan te bieden. Denk ik mee eens. Oké.
Willen jullie naar binnen? Ja. Misschien wel anders dan? Er was een chips in de bodem, maar in ieder geval de eerste honger gespeeld. Hier gastvrije mensen, ja, dat is niet normaal. Het voorafje. Jonge kaas, gebraden gehakt op een bruine boterham. Oh, heerlijk. Oké mensen, we liggen hier in de tent. En we hebben een klein probleempje. We liggen hier met z'n vier in de tent zo bijna gewoon helemaal vol. En Mike, de cameraman, die moet hier nog tussen. Dus dit wordt echt één groot homofestijn. Homofestijn. Je moet het niet zo hard doen, moet het niet zo hard doen. En dan moet je niet zo hard voor de buurt doen. Niet zo hard doen, hè. Maar ik zou zeggen, ja, het was echt een fucking chill avond. We hebben een goede avondmaal gekregen, gewoon gratis. We hebben hier gewoon een fucking tent gescoord waarbij ik nog steeds gewoon bang ben voor die buren. Ik weet niet hoe jullie zien. Ja, zeker. Ja, absoluut. Daar moet ik ook niet zo hard praten. Ik moet niet zo hard praten. Jongens, ik zeg ja, tot morgenochtend. Wij gaan lekker slapen. Ja. En morgen nog een lekker ontbijtje. We hebben die 2 euro nog over. En daar kunnen we lekker frietje van kopen. Dus ja, dat slaapt. Dat is het. Oh, kut, ik lig hier. Waar is dit? Stop maar film, jongen. Ik draai nog om, hoor. Mogelijk. Echt één woord. Mogelijk. Oké mensen, we zijn net wakker en de volgende opdracht is om een lekker ontbijtje te regelen. Dus we gaan even bijdragen vragen voor een ontbijtje die we zo meteen kopen aan mensen. Jesse is trouwens geschaafd worden of blijven slapen. Ja, het was gewoon chill, maar we zijn echt fucking moe. En we hebben heel erg honger. Dus let's go. Nou jongens, bedankt voor het kijken deze video. Voor de video leuk, laat dan even een blauw duimpje op deze video achter. Voor hem nog heel erg leuk, laat dan even een reactie achter. En volg me even op Twitter en op Instagram. En alle andere jongens uit deze video ook even op Instagram. Alle links zijn in de beschrijving. En dan zou ik gewoon zeggen, ja, laat een likeje achter. Dan zou ik heel erg blij worden. 500 likes is het doel. En verder is het enige wat ik kan zeggen. Abonneer op mijn kanaal. En tot volgende week zondag natuurlijk. Jongens, houdoe.